De regering heeft voorlopig nog geen zicht op wanneer de tweede repatriatievlucht vanuit Nederland zal worden uitgevoerd. Dit heeft overste Daniela Feira van het COVID-management-team benadrukt tijdens de persconferentie van het COVID-19-management-team. De eerste groep is op 20 april teruggehaald. Volgens Feira duurt het echter nog even voordat de volgende groep thuiswaarts mag keren, omdat een aantal zaken in orde gemaakt moeten worden. Zoals wij in Suriname aangeven dat wij pas wanneer wij ready zijn, onze mensen laten halen. En dat betekent, wij moeten weten, hebben wij een gezond klimaat, COVID-klimaat, om de mensen te kunnen ontvangen. U weet, wanneer wij praten over het klimaat, het beheersbaar houden, praten wij over, hebben wij genoeg bedden in geval iemand ziek wordt, hebben wij genoeg plekken in de IC, hebben wij genoeg beademingsapparatuur gereed. Voor als er op zo'n vlucht mensen ziek zouden zijn, hoe gaan we ermee om? Wij moeten ook weten, hebben wij genoeg quarantaineplekken om de mensen op een goede manier door die 2 weken, die 14 dagen incubatie te leiden. En wij moeten ook weten, is de Surinaamse samenleving nu klaar om een groep te kunnen ontvangen? Dus we kijken daar naar wanneer wij zeggen wij moeten ready zijn. En het gaat dus niet 1, 2, 3. Feira begrijpt de frustratie van de gestrande passagiers, maar vraagt toch dat de mensen geduld betrachten. Pas na 2 weken zullen de autoriteiten weer overwegen of Suriname klaar is voor een nieuwe groep repatrianten. Het lijkt misschien even gemakkelijk, maar dat is het niet. Toch? Dus ook vanavond, mag u weten, zitten wij dan weer om 8:30 met elkaar om weer te praten over deze vluchten. Er komt een heleboel bij kijken en ik kan het maar niet blijven herhalen, toch? Maar het is wel zo, er komt een heleboel bij kijken voordat we het besluit kunnen nemen om een bepaalde groep binnen te halen. En dan gaat het in aantallen en we moeten weten wat de toestand is van de personen daar en we moeten weten, en ik herhaal het weer, hoe dat is in Suriname om de mensen nu te ontvangen. De plekken die we nu hebben geïdentificeerd voor quarantaine, u kent ze, de Luifel, Residence Inn, Torarica, Eco Resort, die zitten nu vol. En het zorghotel hebben we ruimte voor mensen, illegale mensen die, die hier misschien in contact zijn gekomen om ze daar dus te plaatsen. Wij moeten het beheersbaar houden. En dat is op dit moment het beleid in Suriname. Overste Daniela Feira van het COVID-management-team gisteren tijdens de persconferentie van het COVID-19-management-team. Ze zegt dat er voorlopig geen zicht is op wanneer de volgende groep repatrianten uit Nederland worden teruggehaald.